En welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Blinda en vandaag heb ik voor jullie weer een tag. Ik heb een paar video's geleden een video geüpload met een x-aantal vragen die niemand je ooit stelt. Of levensvragen of iets in die richting. En ik heb nu weer 15 hele rare vragen die niemand je normaal gesproken stelt. Oké, ik heb dus weer 15 vragen voor jullie. Ik heb ze weer op mijn telefoon staan. En we gaan gewoon lekker beginnen bij vraag 1. Zullen we echt gewoon beginnen bij vraag 15? Ja, we gaan gewoon beginnen bij vraag 15. Vraag 15. Wat draag je als je gaat slapen? Ik moet echt stoppen met die hand. Valt het jullie ook op dat ik in heel veel video's echt de hele tijd met deze hand dingen doe? Wat vinden jullie van mijn tatoeage trouwens? Yay. Oké, top. Afgeleid. Vraag 15. Wat draag je als je gaat slapen? Een joggingsbroek en een t-shirt. 9 van de 10 keer. En in de zomer gewoon een t-shirt en ondergoed. In de winter trouwens ook ondergoed. Maar ja, in de winter. Ik ben echt een koukleun. Dus in de winter echt gewoon een lading met kleding. En in de zomer meestal gewoon een t-shirt en ondergoed. 14. Wat is een zin of een woord wat je altijd zegt? Nou, als je mij wat langer kent, dan weet je dat ik ondertussen heel vaak ondertussen heb benoemd als irritant woord wat ik heel vaak zeg ondertussen. Vooral tijdens het editen vind ik het heel vervelend. Maar de laatste tijd ben ik ook echt van het ik ga stuk verhaal. En dan vooral als er iets gebeurt of iets raars of wat dan ook. Dan is het toch al ik ga stuk. En dan denk ik van waarom zeg ik dat? En dan denk ik van dat hoef ik helemaal niet te zeggen. Maar goed, ik doe het toch. 13. Wat is je favoriete eten waar je comfortabel bij voelt maar wat slecht voor je is? Ja. Waar ik me comfortabel bij voel, maar wat slecht voor me is. Ja, er zijn zoveel dingen slecht voor je. Ik bedoel, ik vind bijvoorbeeld smak met pennen. Dus smak met ja, pennen als in pasta vind ik heel lekker met ketchup. Dat is echt zo raar trouwens. Het is niet goed voor je. Maar chips is ook niet goed voor je. En chocola is ook niet goed voor je. En dan zal ik nooit zeggen dat chocola mijn lievelingseten is. Want ik vind chocola heel lekker, maar ik hoef geen lading chocola. Ik denk toch dat ik dan ga voor smak met pennen en ketchup. Want dat is ten eerste een hele rare combinatie. En ook niet echt wat goed voor je. 12. Heb je rare lichaamstrucjes? Nou, dan kom ik weer terug bij mijn oren. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Maar ik kan mijn oren bewegen. Sorry. 11. Met welke kant wil je dat je gezicht onder de douche is? En ik heb deze vraag al even snel doorgekeken. En toen ik deze vraag zag, dacht ik, hè? Eigenlijk een hele rare vraag. Maar ik ging toevallig net douchen. En toen dacht ik eigenlijk, oh, krijg nou wat. Ik sta met deze kant van mijn gezicht onder de douche. En toen dacht ik, waarom is dat eigenlijk? En ik weet niet waarom, maar ja, deze kant dus blijkt. Ik had het me nooit beseft, hoor. Totdat ik deze vraag zag. Oké. 10. Wat is een schoonheidsregel die je wilt aanhouden, maar wat je nooit doet? Cremmetjes smeren. Ik heb een serum en dergelijke voor mijn gezicht. Want ik heb hele donkere wallen onder mijn ogen. Ik doe het alleen nooit. Ik doe het echt nooit. 9. Welke drank bestel je altijd in een restaurant? Cola. Altijd. Het is niet moeilijk. 8. Wat was je eerste knuffeldier en hoe heette die? Ik heb geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Ik heb echt geen idee. Ik weet dat het van mijn broertje was een beer en die heet Beer. Van mijn ex-stiefbroertje was dat een schaap en die heette Bé. Of Bertus of Bertus, weet ik veel. Maar ik weet het van mezelf, heb ik echt geen flauw idee. Ik heb echt geen idee. 7. Aan welke kant van het bed slaap je? Ik slaap aan de linkerkant. Of in het midden. Linkerkant of in het midden. wat is één van je gewoontes als je zenuwachtig bent? Ik kan heel snel gaan praten. Dus als ik zenuwachtig ben, of ik merk het, soms merk ik het in video's. Omdat, ja, je bent toch nog niet 100% comfortabel met het praten tegen een videocamera. Ik vind het niet erg om te doen, maar het is niet de normaalste gang van zaken. En soms merk ik gewoon dat ik zo snel praat, dat ik echt tussendoor echt zoiets heb van... Oké, ademhalen en weer doorgaan. En dat commentaar kreeg ik ook altijd tijdens presentaties op school. Ik vind het heel leuk om te presenteren en om voor een groep mensen te staan, vind ik helemaal niet erg. Maar ik praat heel snel. Dus ja, ik denk dat als ik zenuwachtig word, dat ik gewoon heel snel ga praten. Ik denk dat dat het is. Wat is je grootste huisdierenergernis? Is alweer vraag 5.
Dat zijn wanneer de katten hun dolle uurtje hebben als ik wil gaan opnemen. Ja. En het is ook altijd precies als ik ga opnemen. Hè. Het is niet zo dat ze gewoon al een tijdje hun dolle uurtje hebben. Nee, zodra ik mijn lampen en mijn camera neerzet, dan wordt het huis gebruikt als racebaan. Dus ik kan niet wachten tot mijn eigen plekje boven klaar is om te gaan filmen. 4. Wat is een liedje wat je stiekem meeschreeuwt als je alleen thuis bent? Dat zijn er meerdere. Ik ben gek op muziek. Op dit moment, en ik neem dit op in begin april. En daar schrikken jullie misschien van. Ik denk dat deze video best laat online komt. Het is nu, om precies te zijn, 12 april. Ik vind het nieuwe liedje van Banner, van Bart en Robin. Toch? Ja, Bart en Robin. vind ik heel leuk. Tranen van geluk. Nou, leuk. Vind ik een heel mooi lied. En ook van een Amerikaanse YouTuber, van Madeline Bailey. Die had een liedje met teksten die ze van haar kijkers had gekregen. Ik zal allebei de liedjes even hieronder in de beschrijving. Zal ik die even linken. Die vind ik ook heel leuk om mee te zingen. En verder gewoon. Ik zing eigenlijk alles mee, trouwens. Vraag 3. Heb je rare fobieën? Op dit moment denk ik van niet. Ik denk het niet. Maar die heb ik wel gehad. Ik vond namelijk kapot eng om over te steken. En als vriendinnen waarmee ik op de middelbare school heb gezeten dit terugzien, denken ze ja. Want als wij dan overstaken, stond jij nog aan de andere kant. Want al kwam een auto 300 meter verderop of 400 meter, 500 meter verderop pas aan, reed die 20 km per uur, ging ik nog staan wachten tot hij voorbij kwam. Ik vond het zo eng om over te steken. Ik deed het gewoon niet. Ik ging gewoon echt staan wachten tot ik 100% zeker wist dat ik over kon steken. Maar dat duurde soms echt kapot lang. Vraag 2. Wat is een rare gewoonte van jezelf? Ja. Weet ik niet eigenlijk. Ik denk, een rare gewoonte van mezelf is dat ik altijd overal haar elastiekjes mee naartoe neem. Ze zitten in mijn portemonnee, ze liggen in mijn auto, ze zitten in mijn handtas. Ik heb altijd haar elastiekjes bij me, want ik vind het heel vervelend als mijn haar helemaal los zit. Kijk, zo half, dat kan ik nog wel handelen. Maar helemaal los, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik heb altijd en overal haar elastiekjes bij me. En ja, ik ben van mezelf wel een beetje een raar persoon. Ik denk dat mensen in mijn omgeving dat ook wel kunnen bevestigen. Ik ben van mezelf gewoon een beetje een raar persoon. Dus ik denk dat ik wel meer rare gewoontes heb, maar dat ik ze nu even niet kan benoemen, denk ik. Ik denk dat dat wel een goed antwoord is. En dan de laatste vraag, vraag 1. Wat is je bijnaam wat alleen je familie tegen je zegt? Ik heb niet echt een bijnaam die alleen mijn familie zegt. Ik weet dat mijn oma, toen ik klein was, mij altijd Belletje noemde in plaats van Belinda of wat dan ook. Maar eigenlijk noemt iedereen die mij een beetje goed kent, laat ik het zo zeggen, die noemt mij Belin. Mijn ouders noemen me heel snel Belin. Mijn broertje, mijn vriendin, mijn vriend, iedereen noemt mij gewoon Belin. Dus er zijn heel weinig mensen die mij Belinda noemen, alleen mensen die ik nog niet zo lang ken. Ik vind het ook irritant als mensen die ik niet goed of niet zo lang ken gelijk al Belin zeggen. Dan denk ik van, hallo, ik heet Belinda. Weet je wel, maar ik heb niet echt een bijnaam specifiek voor hoe mijn familie mij noemt. Dan was dit weer de video voor vandaag. Volgens mij ben ik er best wel snel doorheen gegaan, maar dat maakt niet uit, dat mag ook wel een keertje. Ik bedoel, ik kan wel complete verhalen gaan lullen, maar dat vinden jullie ook niet interessant, denk ik. Dus ja, zo is eigenlijk wel prima. Ik wil van jullie weten, hebben jullie een rare gewoonte van jullie zelf? Laat ze hieronder weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Vond je dit een leuke video, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Als je vindt dat ik moet stoppen met het bewegen met mijn handen, laat het dan ook eventjes weten. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei doei!